In de vorige verse zagen we dat God dwars door alles heen en alle ellende van de deportatie toch bezig was met het leven van Daniël en zijn vrienden. Maar wat opvalt, God is ook tegelijkertijd bezig met wat hij wilde bereiken in het leven van Nebukadnezar, in het Babylonische Rijk. En dat is belangrijk dat we zien dat God bezig is niet alleen met ons, maar ook met de dingen die hij wil bereiken in het leven van anderen. En soms wil hij ons daarbij gebruiken. En een vraag die mij bezig hield: waarom had Daniël geen problemen om deel uit te maken van een regering die zijn natie verslagen had en de tempel had verwoest? Hoe komt het? Had hij geen innerlijke weerstand ertegen? Had hij geen morele problemen ermee om mee te doen met Nebukadnezar en mee te doen met het Babylonische Rijk? En het antwoord is nee. Om twee redenen niet. Op de eerste plaats, God zelf had Juda overgegeven aan Nebukadnezar. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 1, vers 2. En dat kunt u ook lezen in hoofdstuk 2, vers 21. Daar kunt u lezen dat God zelf Nebukadnezar in de gelegenheid had gesteld om Juda te overwinnen. En de tweede reden is, een tijdgenoot van Daniël, dat was de profeet Jeremia. En let u op wat de profeet Jeremia profeteert of zegt. En namens God geeft hij de volgende instructie en hij zegt: en zoek het welzijn van de stad waar ik u in ballingschap heb gestuurd. En bid namens haar tot de Heer, want in haar welzijn zult u welzijn hebben. Zoek het welzijn, zoek het goede van de stad waar ik je in ballingschap heb gestuurd. En bid namens die stad tot God. Want dan zal je merken dat de zegen die daar komt ook jouw zegen zal zijn. Dus het was heel duidelijk voor Daniël. Hij kon rustig meedoen. Er was van God zijn kant uit geen probleem dat hij dat deed. En dan naar aanleiding van het niet willen verontreinigen. Over het algemeen hebben we een probleem met het woord van God wanneer er zulke dingen naar voren worden gebracht. Weet u, we zijn gewend om naar Gods woord te luisteren. Ik heb het zelf ook gedaan. Jarenlang, tientallen jaren lang. En ik luister naar Gods woord en daarna ga je naar huis en je zegt: het was een fijne dienst, of het was een fijne preek, of het was een hele fijne sfeer. En het probleem is dat we daarna er niets mee doen. Maar Gods woord is niet alleen om er naar te luisteren. En ik kan u zeggen, Gods woord, de zegen ervan zullen we pas ervaren wanneer we het in praktijk brengen. Dan zullen we de zegen die erbij hoort in ons leven ervaren. Om het heel scherp duidelijk te zeggen, als we lezen, Daniël besloot zich niet te verontreinigen. En als we zien, het is een goddelijk principe, dan betekent het, ik moet dat gaan toepassen in mijn leven. Ik moet het niet alleen maar lezen en niet alleen maar zeggen: oh, dat was wel heel mooi voor Daniël en zijn vrienden. Maar nee, ik moet dat toepassen in mijn leven, want het is een algemeen principe. En als ik het toepas, dan zal ik ervaren dat God echt met ons zal zijn.
We zagen dus dat Daniel besloot om zich niet te verontreinigen. Maar, en dan gaat hij met dat verzoek naar de overste, naar Aspenas. En hij zegt, hij vraagt medewerking dat zij zich niet zouden behoeven te verontreinigen. Komt er eigenlijk op neer, laten we dan deze bepaalde vleessoorten en bepaalde andere dingen niet gebruiken. En dan staat er, en dat is de volgende PowerPoint, vers 10. Maar Aspenas zei tegen hem, ik ben bang voor de reactie van de koning. Hij beslist wat jullie moeten eten en drinken. Straks vindt hij nog dat je er slechter uitziet dan de andere jonge mannen. En dan krijg ik natuurlijk de schuld. Ja, het is te begrijpen, het doel van de koning en het doel van de hofdienaren was dat al die jongens er fysiek en mentaal, dat ze prestaties konden verrichten en dat ze er goed bij waren. En het is ook begrijpelijk dat Aspenas hier zegt, kijk, als ik doe wat jij vraagt, kom ik in problemen. En als de koning het gaat uitzoeken en ik moet antwoorden dat ik ongehoorzaam ben geweest, dan volgt mijn onthoofding, dat is wat het eigenlijk op neerkomt, onherroepelijk. Dus Aspenas stond echt niet te springen om te doen wat Daniel voorstelde. En Daniel dacht dan even na. En dan komt hij met het volgende voorstel. Daniel zei tegen de bewaker, laten we de volgende test doen. Geef ons 10 dagen alleen maar groente en water te drinken. Kijk hoe we er dan uitzien. En vergelijk ons met de andere jonge mannen die alles eten wat de koning wil. En beslis daarna wat u verder met ons wil doen. Daniel is overtuigd dat God hun zal helpen. En dan komt hij met een tussenoplossing. Hij zegt, oké, daarop komt het neer, ik kan je begrijpen. Maar doe dan 10 dagen lang een test. 10 dagen is niet zo lang. En dan kijk je na die 10 dagen hoe we ervoor staan. En dan zien we de zegen die God ook geeft, want Aspenas is eens. En er staat, de bewaker deed wat Daniel voorgesteld had. En dan krijgen we het volgende vers, vers 15 en 16. 10 dagen later zagen Daniel en zijn vrienden er heel goed uit. Ze waren gezonder dan de jonge mannen die gegeten hadden wat de koning wilde. En vanaf die dag gaf de bewaker hun niets anders meer te eten dan groenten. En wat merken we op? We zien weer de zegen. Eerst de toestemming, oké, het is in orde. En dan zien we dat na die 10 dagen dat ze lichamelijke gezegend zijn en ze zien er beter uit dan al die andere jongens die deelnamen aan het voedingsprogramma van de koning. Dus ook lichamelijk worden ze gezegend. En in die komende verse gaat u zien zegen na zegen na zegen. Het is ongelooflijk. En allemaal komt het weer neer op het besluit van hun om zich niet te verontreinigen. We gaan naar het volgende vers. En aan deze 4 knapen, vers 17, gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Ook hier, zoals ik al zei, zie je de zegen van God. En dan vers 18. Na 3 jaar was de opleiding voorbij. Aspenas liet alle jonge mannen bij koning Nebukadnezar komen. De koning had met ieder van hen een gesprek. En hij ontdekte dat niemand zo wijs was als Daniel en zijn vrienden. En wat zien we?
Die zegeningen gaan verder. Want na 3 jaar trainen zien we een ongelooflijke uitkomst. Deze jongens schieten met kop en schouder uit boven al die anderen. Wijsheid is niet zomaar een zegen. Wijsheid die Daniël kreeg en die jongens was er eentje waardoor God verder kon gaan met hem. En Daniël bleef daar in dienst totdat Cyrus koning van Babylonië werd. Hier wordt de naam Cyrus genoemd. In sommige vertalingen zie je Kores. Maakt niet uit, het is dezelfde naam, Cyrus of Kores. En Daniël had alle Babylonische koningen vanaf Nebukadnezar gediend. En dan krijg je hier de tekst. Hij bleef daar in dienst dus bij de Babyloniërs, de ene koning na de andere, totdat Cyrus koning van Babylonië werd. Cyrus is dan de Persische koning en die hebben het Babylonische Rijk overgenomen en dan is hij in dienst van de koning van Perzië. Ik wilde nog een slotopmerking maken. Ik merk vaker, als ik zo naar mensen luister die gemeentelid ergens zijn, dan zeggen ze, gaat het erom, wat kan God voor mij doen? En daar vragen ze om en ze bidden erom dat God bepaalde dingen voor hun gaat doen. Niet slecht natuurlijk, maar de vraag moet zijn, wat kan ik voor God doen? Hoe kan God mij gebruiken in zijn koninkrijk? In uw en in mijn leven is het allerbelangrijkste. En dat is dat God u en mij moet kunnen gebruiken. Daarvoor zijn we op deze aarde. We zijn niet doelloos op deze aarde. We zijn geen dieren die een begin hebben en een eind. En verder is er niet veel bijzonders daartussen. Maar we zijn mensen. En God wil ons gebruiken. God wil ons een zegen doen zijn voor anderen. En de vraag is, zijn we bereid om dat te doen? Zijn we bereid om net als Daniël te zeggen, ik wil me niet verontreinigen? Zijn we bereid om ons te ontzeggen van alles wat God in de weg staat, om dat doel dat hij met u en met mij heeft te bereiken? En als u echt kan zeggen, nee, ik wil werkelijk door God gebruikt worden, dan is het belangrijk, laten we onszelf onderzoeken. En laten we alles wegdoen dat niet tot eer van God is. Dat gaat niet zo makkelijk, gaat echt niet in één keer. Dat is een weg die we gaan, maar de Heer gaat ons daarbij helpen. En als we doen wat Daniël en zijn vrienden deden, gaan we, net als hun, een groot verschil in ons leven opmerken. Ik wens u God zegen toe. Tot volgende hoofdstuk.